Bij Riebeck in het Havenland. U kunt luisteren naar een fabel van Duitsland. Auteur Günter Bruno Fuchs, vertaler Maurits Smok. Bij Riebeck in het Havenland, dwars het veld in al niet meer, sprong 's nachts de haas hola hop van de ene kant van de weg naar de andere. Belandde in het diffuse licht van de autolampen, raakte niet onder de wielen, sloeg niet verblind tegen bumper of spatbord, vluchtte snel het kreupelhout in. Vluchtte daarheen waar het dicht was en aangenaam voor hazen die, laat of op een ander tijdstip, dwars door het veld gerend waren. Nu door de Duitse Democratische Republiek en nu bij Riebeck in het Havenland, op de autoweg kort voor Berlijn. Hazen die hier precies zo in gevaar konden komen als op iedere autoweg in de Duitse Bondsrepubliek. Want beide Duitse staten, levenslang strevend naar bescherming van mensen, waren met het belangrijke probleem der bescherming van hazen maar weinig opgeschoten. Dat wil zeggen, twistgesprekken om dit probleem ontstonden meer onofficieel. Eén daarvan is overgeleverd. Hij heet niet Fontane, hij heet Fontane. Dus iemand van adel? Nee, in één woord zoals fontein. Alleen niet met een korte ei, maar met een A en een E erachter. Heb je nooit van de schrijver Fontane gehoord? Wat schrijft die? Nou, dat moet jij toch weten. Jij bent groothandelaar in papier. Ik moet opletten. Wat was dat daarnet met Riebeck? Dat zijn we voorbij gereden. Ja, let ook goed op, zeg. Nou, vertel. Wat was dat met Riebeck? Niks. En verder? Dat heeft toch ieder kind op school geleerd? Hier van Riebeck tot Riebeck in het Havenland. Die had een perenboom op zijn land. En kwam de gouden najaarstijd en blonken de peren wijd en zijd en sloeg de torenklok 12 keren, dan stopte van Riebeck zijn zakken vol peren. Riebeck, dat klinkt grappig. Net de naam van een misdadiger. Riebeck is op pad. Riebeck wordt gezocht. Misdadiger? Hm? Nou ja, perendief. Je let niet goed op. Er staat in Fontane's gedicht, die had een perenboom op zijn land. Zijn land, niet een land. Maar waarom heeft hij zijn zakken dan volgestopt? Hij heeft de peren weggegeven, aan kinderen. Pas op, een kat. Een haas. Kijk nou uit! Wat heb jij eigenlijk? Bijna, man. Je had bijna die haas. Nou, en? Rijd toch langzaam. We zijn immers zo bij de controle. Alsjeblieft. Zeg eens, Walter. Wil je die haas werkelijk overrijden? Die Peugeot is snel. Langzaam is niet leuk. Maar geef eens antwoord. Had je niet kunnen remmen? Alleen omdat er een haas over de weg rent. Ach, nee. Wat, ach nee? Bevalt jou iets niet? Nou, rij weer vlugger. Rij langzaam. Zometeen komt de oostelijke controle. Ja, die komt zo. Slecht gehumeurd, hè? Er klopt iets niet. Ja, Walter, vooruit, vertel nou, wat is er? Niks, ik heb aan jouw stomme haast genoeg gehad. En aan je Riebeck. Lach niet, anders rij jij maar. Ik heb geen rijbewijs. Dan haal je er een. Ik heb er geen nodig. En een auto? Je wilt toch een auto kopen? Een auto? Heb ik niet nodig. Jij hebt toch een Peugeot? Bevalt hij je niet? Wat bevalt jou er niet aan? Oh, het bevalt me best. Je kan Riebeck voorbij rijden, je kan hazen overrijden. Je bent groothandelaar in papier. Nou, lach eens. Jij wilt dus geen auto. Maar rij nou toch langzaam, Walter. Je moet zo meteen toch langzaam rijden. Ik kan toch ook stoppen. Is het niet, Simon? 2 kilometer tot de controle. Niet ver. Daar kunnen we best heen lopen. Lopen? Ja, lopen. Ik ga op de vluchtstrook. Hier rechts. Je zegt niks. Mooi hier. Stappen we uit, Simon? Uitstappen?
Ja, uitstappen. Hier? Hier, bij Riebeck. Riebeck ligt achter ons. Voor jou misschien. Ik heb er zo even pas van gehoord. Wat doe je daar nou? Ik steek mijn papieren bij me. We gaan toch lopen? En de auto? Blijft hier staan. Wil jij hem hebben? Ja, hoor eens even. Die haas die kan toch niet... Over die haas. Er is iets dat jou dwars zit. Fontana soms. Wie? Oh, Fontana. Wie zit mij dwars? Je luistert helemaal niet. En luister eens, wat is er? Ik sluit het Peugeot af. Kom. Is het parkeerlicht aan? Ja. Nou, wat kijk je? We gaan uitstappen, Simon. Dat begrijp ik niet. En de auto? Die heeft een parkeerlicht. Kom. Waar ligt Riebeck? Links? Rechts? Nou, maar als we gesnapt worden, we mogen hier niet lopen. We moeten morgen bij de firma zijn, joh. Vroeg en laat, 's nachts en 's morgens, de levensgewoonten van de burger der Duitse Bondsrepubliek zijn veel eisender geworden. Meer vrije tijd, meer comfort. Weten wat er in de wereld gebeurt. Beter leven. Dat woord is kenmerkend voor de houding van de enkeling. De eisen zijn steeds hoger opgeschroefd. Heren, rookt u? Nee, dank u. En u? Dank u, nee. Tja. Intussen... We hebben intussen de Peugeot gevonden en opengemaakt. Hier zijn de autopapieren, kapitein. Dank u. De wagen heeft geen enkel mankement. Klopt. Hij is 2 maanden oud. Tja, u hebt amper bagage in de wagen. Ja, we zijn in Hamburg naar het Grafisch Congres geweest. En nu weer op weg naar huis, naar West-Berlijn. Ja, dan heb je niet veel nodig. Iets om je te verkleden? Ja, ja, we hebben zoiets gevonden. Linnengoed, 1, 2, 3 overhemden. Klopt dat? Dat kan wel, kapitein. Kameraad, kapitein. Ja? Hier is de ezelskop. Ja, wat moet dat nou? De kameraad onderwachtmeester heeft de ezelskop voor onze toneelavond in elkaar geplakt. Ik zal hem eens opzetten, kameraad, kapitein. Bent u gek? Zet die ezelskop af, dadelijk. Ik vind hij past heel goed, kameraad, kapitein. Af met dat ding! Kameraad, kapitein, ik weet niet of... Ja, wat weet u niet? Zet u nou eindelijk die ezelskop af en stoor me niet langer. Kameraad, kapitein, de draad. De draad is blijven haken. Oh. Helpt u me even, kameraad, kapitein. Hier een ogenblik. Zegt u tegen de kameraad onderwachtmeester dat de ezelskop geslaagd is? Zo, af met dat ding. Kameraad, kapitein. Ja, dat is er. Vlug. De kameraad onderwachtmeester vraagt of u voor koning wilt spelen. Dan heeft hij de maat van uw hoofd nodig voor de koning. Ja, gaat u nou, ik wil niet gestoord worden. Komende zondag moet het spel opgevoerd worden, kameraad, kapitein. Ik heb nu geen tijd, u kunt gaan. Mijn heren, neemt u me niet kwalijk voor dit intermezzo. Kameraad, kapitein. Ja. Ik heb wat vergeten. Nou, vlug dan. Moet op het spandoek staan, wij spelen voor het volk. Of wij spelen voor het werkende volk. Oh, waarom moet ik dat uitmaken? En waarom nu? Het opschrift moet vanmiddag worden aangebracht. Kameraad, kapitein. Nou, schrijft u, wij spelen voor het volk van de werkers. Dank u, kameraad, kapitein. Tja. Tja, mijn heren. Het was toch een Frans merk, hè? Ja, neemt u me niet kwalijk. Peugeot. Ja, waar ging het ook weer over? Ik bedoel, u hebt de auto. Ja, de voorbereidingen voor ons jaarlijkse toneelavondje. Nou ja, nou weet ik niet. Hebt u de Peugeot? Ja, dat is toch een dure wagen? Ik heb hem niet nodig, kapitein. Ja, kapitein, mijn vriend is papierhandelaar.
Heeft een papierhandelaar dan geen behoefte aan? Ik ben groothandelaar in papier, groothandelaar. De papierfabrieken sturen het papier in grote hoeveelheden aan de firma Huntner en daar zit ik dan. Ik verdeel het onder de verschillende klanten. Wie is Huntner? Dat moest de baas horen. Wie is Huntner? Hebt u dezelfde baas? Ferdinand Huntner, papier en drukwerk. Loondrukkerij en verenigingsdrukkerij van het Pedagogische Genootschap Berlijn-Plauwe 1904. Mijn vriend is bedrijfsleider van de drukkerij. Meneer Simon Butcher? Ja, Butcher. We moeten morgen vroeg bij de firma zijn en drukken een werk dat vanwege de termijn... Meneer Butcher, bezit u een wagen? Nee, kaptein. Geen wagen? Wij werken bij dezelfde firma. Ik haal mijn vriend 's morgens af. Elke morgen. Ook morgen. Morgen, meneer Walter Roemer, klopt dat? Roemer, kapitein. Morgen bent u beslist nog niet bij uw firma. Het spijt me. Dat gaat niet, kapitein. U kunt de Peugeot houden, kapitein. Hoe stelt u zich dat voor? De autosleutels heb ik u gegeven. Opdat we de wagen kunnen onderzoeken zonder hem open te breken. Kapitein, laat u ons gaan. Wij komen van het grafisch congres in Hamburg en daar hebben wij ons al genoeg geërgerd. Meneer Roemer, u bent te voet gekomen. U bent hierheen komen wandelen. U en uw vriend. U hebt, naar toen gebleken is, een spiksplinter nieuwe wagen in de Duitse Democratische Republiek achtergelaten. En wel zonder reden. Niet zonder reden, kapitein. Niet zonder reden. Rookt u? Nee, dank u. Ja, de zaak is helaas gecompliceerd. Dat begrijpt u toch? Dat kan gevolgen hebben. Als u in het westen komt, zegt men daar zeker dat wij de wagen in beslag hebben genomen. Niemand gelooft u als u zegt dat u uw Peugeot zonder reden in de DDR hebt achtergelaten. En nu zegt u, niet zonder reden. Ik eis van u een verklaring. Ik heb een motief nodig. Ik kan dat niet verklaren. Waarom ook, de wagen is voor mij. Ik kan er ieder ogenblik afstand van doen. Ach ja, maar Walter. Weet u, kapitein, misschien was het de haas die in onze koplamp is gekomen. Welke haas? Bij Riebeck, kapitein. Mijn vriend heeft niet geremd. Ik heb niet geremd, dat klopt. Ja, en? Ik heb mijn vriend voor de gek gehouden, kapitein. Al eerder, nog voor die haas. Wat was er dan met die haas? Nou, kom, meneer Butcher. Er remde een haas van rechts naar links over de autoweg. Hebt u hem overreden? Nee. Nee. U hebt hem niet overreden. En dat was bij Riebeck. En toen bent u nog een eindje doorgereden? Nee. Daar zijn we uitgestapt. Waarom? Waarom bent u uitgestapt? Mijn vriend Walter... Ja, het is mogelijk dat hij wilde... Zijn behoefte doen. Moest u uw behoefte doen, meneer Roemer? Nee, ik wou eens uitstappen, kapitein. Mijn vriend wou me mee naar Riebeck nemen, kapitein. Maar het betreden van de DDR zonder vergunning is verboden. We bevonden ons immers al in de DDR. Ja, in de auto. Wat wilde u in Riebeck, meneer Roemer? We zijn er niet heen gegaan. Mijn vriend zei, kom, dat geeft last, laten we liever gaan. Waarheen gaan we liever? Nou, naar de controle. Naar u, kapitein. We moeten nog door de westelijke controle. We moeten morgen bij de firma zijn. Ik had mijn vriend het gedicht van Fontane over heer Riebeck. Wat? Van heer Riebeck tot Riebeck in het Havelland. Dat hebben we op school geleerd. Heer Riebeck had een perenboom op zijn land. Herinnert u zich nog? Ja, er daagt iets, ja. Maar nu ter zake. Kapitein. Alsjeblieft, meneer Butcher, vertelt mij. Mijn vriend kende dat gedicht niet. Ik ben groothandelaar in papier, kapitein. Mijn vriend is leider van de drukkerij. Ja, gaat u alsjeblieft verder, meneer Butcher. Ja, ik geloof dat mijn vriend gedeprimeerd was. Hij was in Hamburg al gedeprimeerd. In Hamburg? Ja, we zijn naar het grafisch congres geweest. Juist. En hebt u daar gedronken? Wij drinken geen van beide. Mijn vriend is er een jaar geleden mee opgehouden. Niet waar, Walter? Mijn vrouw heeft me daarbij geholpen, kapitein. En mijn vrouw heeft gezegd, Walters vrouw heeft Walter geholpen, dat kan ik ook. Dat is beter voor je. Onze vrouwen telefoneren soms met elkaar. We gaan ook bij elkaar op bezoek. Ja, de een weet alles van de ander, kapitein. Nee, ik drink niet meer. Dat spaart geld ook. Meneer Roemer, klopt dat? Was u gedeprimeerd? Heeft dat een rol gespeeld? Hebt u de Peugeot uit gedeprimeerdheid achtergelaten? Zoals men wel zegt, de zaak laten? Huh? Hebt u zorgen? Hoe gaat het in uw beroep? De firma Huntner is royaal.
Eén vraag, meneer Roemen. Hoe staat u persoonlijk dan tegenover de Duitse Democratische Republiek? Ik reis sinds jaren door de DDR. En u, meneer Butcher? Mijn vriend neemt me mee als we samen voor zaken op reis moeten. Meneer Butcher, ik zou graag weten, hoe is uw verhouding met de DDR? Ja. Goed, kapitein. Drukt u bij uw firma ook politieke geschriften? We zijn een loondrukkerij. We drukken opdracht. We drukken hoofdzaak voor het pedagogisch genootschap Berlijn-Plauen. Ogenblik, heren. Ja? Ja? Ja, ik vermoed dat de ontwerpen zijn aangekomen. Zijn ze niet aangekomen? Ja. Ja, nou, op dinsdag. Ja, ja, ja. Waarheen? Nee, laat u een rondschrijven uitgaan, met ondertekening. Nee, ik heb nu de hele nacht... Ja. Ja, het gaat zo ook. Maar contrasigneren en niet zonder duplicaat. Ja, goed. Ja. Nee, die heeft al bericht. Mooi zo. Ja, in orde. Zo. Kapitein. Ja, meneer Butcher. Hebt u misschien een glas water? Een ogenblikje. Een ogenblikje. Ik laat wat water weglopen, heren, anders is het te warm. Hartelijk dank, kapitein. Tot uw dienst. Wilt u ook, meneer Roemen? Als het goed koud is. Tot uw dienst. Wie wil er het eerst? Ik heb maar één glas. Walter, wil jij? Ach. Ja, wat nou? Zo, meneer Roemen, wilt u eerst? Geeft u het mijn vriend maar. Alsjeblieft, meneer Butcher. Ik dank u zeer. Ja, heel lekker. Geef hier. Bedankt. Smaakt het hier, hè? Nog een glaasje? Oh, heel graag, kapitein. Mooi zo. Meneer Roemen, u kijkt al een poosje naar die foto daar. Hoe bevalt hij u? Zo. Als u wilt drinken. Die foto, die ken ik immers. Wat is er dan nog? Het Rode Plein in Moskou, een kleurenopname. Tja, waarachtig. Een kleurenopname. Bij ons gedrukt, bij Hoempner, kapitein. Ik ken dat papier, koper diep door. Wat? In het Westen? Bij u gedrukt? Ja, we drukken zulke dingen, kapitein. Dat is toch bekend. Ik neem nog een slokje, kapitein. Ja, natuurlijk, ja. Ja, dat is helemaal nieuw voor me. Goed, heren, ik moet wel een geïllustreerd blad. Ik bedoel, een geïllustreerd blad. We hebben geen tijd, kapitein. Die geef ik u. Ik moet het motief hebben, meneer Roemen. Waarom liet u die Peugeot achter? Ja, u moet toch antwoord kunnen geven als u een vraag gesteld wordt. Waarom was u al in Hamburg gedeprimeerd, zoals uw vriend zo even verklaard heeft? Gingen de zaken niet goed? Walter, vertel toch van die zaak met die eend. En ik dacht dat het een haas was. Bij Riebeck, kapitein. Bij Riebeck was het een haas. In Hamburg een eend. Ja, mijn vriend moet het vertellen. Kom, meneer Roemen. Ja, het was natuurlijk geen echte eend, kapitein. Wij drukken bij Hoempner een prachtuitgave van oude uitvindingen. Louter afbeeldingen van afgedankte, grappige dingen. Sowieso. Mechanische curiosa. In deel 3, waarvoor wij in Hamburg een speciaal soort papier wilden inkopen, wordt een kunstmatige eend behandeld. Interessant. De uitvinding van een Frans werktuigkundige. Ja, ja, goed, gaat u verder. De man leefde onder Lodewijk de 15e. Ach, die wilde tijd, die heeft van alles opgeleverd, kapitein. Ook die eend. Een blikkendier dat zich heel normaal gedroeg. Het bewoog zijn dikke lijf op kleine voeten, sloeg met zijn blikken vleugels en hij snaterde. Dan maakte dat dier gretige bewegingen met zijn hals, het dronk water uit een nap, het gaf graankorrels uit een andere nap en ging dan op de grond zitten en begon zijn eten te laten zakken. Zo. Een poosje later tilde het blikken dier zijn staart op en gaf van achteren de verteerde spijs ter beoordeling vrij. Ter beoordeling? Natuurlijk. Ja. De vaklui moesten nagaan of het verteerde voedsel behoorlijk overeenstemde met de spijs. Dat was in het jaar 1738. Mijn vriend heeft die oude zaak uitgezocht. Ja. Hij is specialist op het gebied van wonderlijke oude dingen. Mijne heren,
Wat was het nou met die eend? Wat heeft u nou eigenlijk gedeprimeerd? Mijn vriend was op zoek naar Engels koperdrukpapier. Maar de partij die hij wilde bestellen was al aan een uitgeverij in Pakistan geleverd. De nabestelling werd wel genoteerd, maar er kon geen termijn worden opgegeven. Het werk over de Franse blikken eend moest dus voorlopig worden uitgesteld. Heeft dat u gedeprimeerd, meneer Roemer? Ja. Ja, mijn vriend was erg gedeprimeerd. En toen heb ik hem nog geërgerd met het gedicht van Fontaine. Bovendien rende er bij Riebeek een haas voor onze auto. Meneer Roemer, was dat een schok voor u? Ik bedoel, zoiets als een plotselinge schok. Is dat misschien het motief? Ik had heel graag nog een glaasje water. Goed, uitstekend. Een hachelijke zaak, meneer Roemer. Het kan verkeerd aflopen. Alsjeblieft, een glas water. Dank u. Voorzichtig, niet morsen. We zouden wat moeten eten. We moeten het motief vinden, meneer Roemer. Zijn dat geen motieven? De eend, de haas, heer Riebeck tot Riebeck. Mijn heren, een spiksplinter nieuwe auto. Kameraad, kapitein. Oh. De kameraad onderwachtmeester laat vragen of u in het stuk de koning speelt. Hij heeft de namen nodig voor het programma. Ja, ik speel hem. Ja, wat wilt u nou? Ik heb de maat van uw hoofd nodig voor de kroon. Weg met die centimeter. Ik kom dadelijk bij de kameraad onderwachtmeester zelf wel. Nog een boodschap, kameraad, kapitein? Niets, helemaal niets. Excuseert u mij, heren. Ik ben zo terug. Intussen krijgt u wel een hapje te eten. En kwam er een jongen op klompen voorbij, dan riep hij, wil je een peer van mij? En kwam er een meisje, dan riep hij weer, klein meisje, kom hier, ik heb een peer. Zo ging het veel jaren, tot op een dag, heer van Riebeck tot Riebeck op sterven lag. Hij voelde zijn einde, het was najaarstijd, weer wachten de peren wijd en zijd. Toen zei van Riebeck, mijn leven loopt af, geef me een peer mee in mijn graf. En heer van Riebeck werd na 3 dagen zijn huis met het dubbele dak uitgedragen. Alle boeren en dorpers met ernstig gelaat zongen Jezus mijn toeverlaat. En de kinderen klaagden keer op keer, hij is dood, die geeft ons nu een peer. Ja, zoals ik u zeg, meneer, precies 24 minuten geleden. Nee. Luister nou eventjes. Die heren beweren namelijk dat hun auto niet in beslag is genomen. Ja, het eigen beweging. Dat mag ik. Wat zegt u? Dat mag ik u niet vertellen. Dat moet u afwachten. Ik kan u alleen maar... Luistert u nou eventjes, zegt u... Ja, luister. Ik kan alleen maar bevestigen dat meneer Butcher en meneer Roemer zich sinds 24 minuten bij ons, juist, u hebt goed begrepen, bij de autoweginspectie van de West-Berlijnse politie bevinden. Inderdaad. Ik spreek toch geen... Natuurlijk snap ik. Ja. Geef u dat aan uw chef door. Hè? Wat? Hoe was de naam? Hoemner, inspecteur. Ferdinand Hoemner. Hoemner? Ja. Zegt u alstublieft tegen meneer Hoemner. Ja, vraagt u dan wanneer meneer Hoemner, wanneer die meneer te spreken is. Ja. Misschien kunt u mevrouw Butcher en mevrouw Hoemner bellen. We hebben het al geprobeerd. Ze zijn niet thuis. Ja, hè. Natuurlijk zullen ze zich bezorgd maken. Daarom wilde de heer immers met uw vrouw bespreken. Dat lijkt me... Hè? Nee, ze zijn niet thuis. Nee. Ja, uitstekend, ik wacht even. Heren, de dame vraagt alleen wanneer uw chef te spreken zal zijn. Ja, mag ik dan met de dame spreken? Oh, ogenblikje. Hallo? Om 14 uur. Hè? Huh? Ja, dat gaat ook, ja. Ja, al lager lang het mogelijk is natuurlijk. Ja, zeker, ja. Moment, ogenblikje. Meneer Simon, Butcher. Meneer Butcher, wilt u graag even spreken? Moment, meneer Butcher, pakt u dan even dan. Gewoon, hè? Hallo, mevrouw Sinkel. Met Butcher. Aha, met vakantie. Ja, u hebt... Oh, nou, u hebt net zo'n stem als mevrouw Sinkel. Dus... Ja, mevrouw Helmsmeet? Ja, mevrouw... Mevrouw Helmsmeet, dat is op het ogenblik toch niet belangrijk? Nee, we worden niet vastgehouden, mevrouw. Ja, nou, gewoon natuurlijk. We zijn hier voor een proces verbaal. Een proces verbaal. Ja, tot zo lang blijven we hier.
Nou, ginds. Ginds in het oosten, ja. Hoezo? Dat moet mijn vriend toch weten? Hoezo? Mevrouw Hemsmy. Goed. Goed. U belt op zodra de chef er is. Een... Ja. Ogenblik. Ogenblik, mevrouw Hemsmy. Inspecteur. De dame heeft het nummer waarop ze met mij doorverbonden kan worden. Mevrouw Hemsmy, u hebt toch het nummer waarop u doorverbonden kunt worden? Ja. Ja, dat is heel vriendelijk van u. Ja, doet u mijn vrouw de groeten. Dat is vriendelijk van u dat u interlokaal wilt bellen. Meneer Roemer bedankt u ook. Heel vriendelijk, mevrouw Helmsmeer. Ja, ja, dat is mogelijk. Onze vrouwen bezoeken elkaar immers vaak. Het is mogelijk dat ze samen uit zijn gegaan. Dank u, mevrouw Helmsmeer. Ja, dank u. Zal ik doorgeven? Grote opwinding. Dank u. Zo. Nou, die mevrouw Helmsmeer heeft gevraagd... Weet ik al waar de Peugeot is? Ja, dat is een begrijpelijke vraag, nietwaar, meneer Roemer? Ja, en je moet de groeten van mevrouw Helmsmeer hebben, Walter. Bedankt. Zeg, heb je wat? Wat heb je eigenlijk? Wees toch blij, vanavond zijn we thuis. Of, inspecteur? Ja, natuurlijk. Ja, we moeten alleen opschieten, nietwaar? Uw papieren zijn in orde, de opgegeven adressen die kloppen. De andere vraag, wilt u iets eten? We hebben een automaat, chocolade, wafels misschien. Ik kan ook koffie laten zetten als ik u dat wilt. Ik heb nog twee broodjes met worst. Van Gins? Ja. Ja. Wat hebt u gedurende die 5 dagen eigenlijk te eten gekregen, als u vraagt? Wat de kapitein gegeten heeft. Hm. De ene keer Duitse biefstuk, een andere keer spiegeleieren. Een keer stampot met sosjes. Ja, heeft het gesmaakt? Nee. Ik bedoel, was het speciaal voor u en voor uw vriend klaargemaakt? Nee, de kapitein heeft hetzelfde gegeten. Oh, ja, dus, ja. Wat had u trouwens al gezegd, juist. Nou ja, de hoofdzaak is dat u gesmaakt heeft. Ja, was het kantine eten? Hebt u een keuken gezien, of was het kantine eten? Dus, heb jij een keuken gezien, Simon? Ja, was dat dan niet echt? Nou ja, die keuken... Heren, als ik even mag interroperen, het beste één voor één, dan krijgen we vanavond nog niet klaar. Hè? Weet u wat we doen? Wij maken een stenogram. Moment. We maken een heel fraai stenogram. Ja, met inspectie 1. Kunt u even komen, als het mogelijk is? Ja, dat klopt. Die twee heren die ongeveer een half uur geleden met... Ja, goed. Dank u zeer. Dank u hartelijk, zeer. Er komt direct iemand, hoor. Gaat het zo het beste. Wilt u roken, de zaadjes? Nee, dank u. Nou, u past goed bij elkaar, mijn heren. Maar ik vraag, is dat ook een gemeenschappelijk besluit? Waarom ook? Oh, meneer Butcher, dan vraagt u dat nog. Maak even de telefoon. Dank u wel. Ja, inspecteur. Ja? Ja, goed. Nou, goed. Brengt u dat dan voor mijn part? Ja. Ja, wel, maar dan moeten we... Ja, goed. Ja, als u wil. Goed. De ambtenaar is direct hier, mijn heren. Weet je, nou eventjes helemaal onder ons, als jongens dan op elkaar maar kan zeggen. U kunt het mij toch wel zeggen. U hebt een weddenschap aangegaan. Hoge weddenschap? Hoog genoeg dat er een nieuwe auto af kan? Nou, lacht u weer in uw vuistje. Klopt het? Ja, u zegt niets. Juist, dus klopt het wel. Ja, binnen. Goeiedag. Ah, dag, meneer Roetlinchek. Mag ik u even voorstellen? Roemer. Meneer Roemer. Butcher. Meneer Butcher. Aangenaam. Meneer Roetlinchek. Aangenaam. Gaat u zitten, meneer Roetlinchek. Dank u. Zo. Hier is de lijst met alle voordelen. Ja. Mag ik even enkele dingen noemen? Ja, gaat u gang, meneer Roetlinchek. Daar is de gegarandeerde werkgelegenheid met ouderdomspensioen. Daar is betaling overeenkomstig kwalificatie. Daar is progressie der betaling naar dienstjaren. Meneer Roetlinchek, leest u alsjeblieft zonder dat daar is, als u wilt. Hè? Progressie der betaling naar dienstjaren, vrijreizen met de bondspoorwegen. In de vakantie. Oh, daarvan staat hier niets. Ja, dat springt dan vanzelf in de vakantie. Vult u alsjeblieft even aan, in de vakantie vrijreizen met de bondspoorwegen. Oh, stop. Zet u er even bij, ook voor gezinsleden. Juist, dan gaat u verder, meneer Roetlinchek. Voorbeeldige medische en sociale verzorging, supplementaire beloning voor trouwe diensten, trouwpremie, kosteloze onderwijsmogelijkheden en vakopleiding, kosteloze beschermende werkkleding en... Oh nee, klaar, inspecteur. Klaar, mooi, zoals je nodig hebt. Aan het eind ontbreekt helaas de zin bijpassend uniform voor beroepsgroepen. Ja, en ontbreekt er niet een regeltje in schuinschrift? Pardon, schuinschrift? Ja. Inclusief, inspecteur. Oh, dat is een vakuitdrukking. Schuin geschreven regels heten cursief. Oh, ja, dank u zeer, meneer.
Wat ontbreekt er dan aan, meneer Roetje? Roetlingscheck, inspecteur. Deze regel ontbreekt nog. Komt u daarom bij ons? Neem snel een besluit. Nou, zet u dat er dan bij, dat besluit, meneer Roetlingscheck. Stenografeert u alstublieft vraag en antwoord. Nou, verzoek ik u wel, mijn heren, uw antwoorden heel duidelijk en niet al te vluchten. Vermelding wij, des te eerder is het procesverbaal klaar. Zo, ja, dat is het dan, hè. Hier zijn uw papieren. Juist. Allebei in Berlijn geboren. Ja. Jawel. Oh, pardon, dat was geen vraag. Dat was... Je bent allebei getrouwd. Ja. Ja, pardon. Mag ik vragen, waarom lacht u nu, mijn heren? Nou, we wisten niet of dat een vraag was. U hebt immers net onze firma getelefoneerd. Dan wist u toch dat wij getrouwd zijn. Meneer Butcher, een procesverbaal is er om inlichtingen te geven over alle details van een voorval. Heb je kinderen? Nee. Ja, zo gaat dat niet, mijn heren, hè? Antwoord u alstublieft afzonderlijk. En ieder voor zich, hè? De vraag naar kinderen is eigenlijk overbodig, want op het legitimatiebewijs komt helemaal geen aantekening voor. Geen aantekening op het legitimatiebewijs. U hoeft niet alles te herhalen, meneer Oetinchek. Zo, nou, ik wens in de procesverbaal te zien opgenomen. De gehuwde groothandelaar in papier, Walter Roer. Nadere persoonlijke gegevens, die afschriften van legitimatiebewijs. En de gehuurde bedrijfsleider van een drukkerij, Simon Dutser, nadere gegevens als boven. Hebben zich op de datum van heden bij de autowerkinspectie 1 gemeld. Te voet. Te voet gemeld. Dat zij vanwege de grenscontrole der Sovjet, kunt u bijhouden? Ja. Der Sovjetzone 5 dagen in bewaring zijn gehouden, omdat zij het gemeenschappelijk gebruikte voertuig 1 Peugeot in het onder oostelijk gezag staand gebied volgens hun eerste verklaringen bij Riebeck hadden moeten achterlaten. Nee, mag ik even... Een ogenblikje, meneer Roemer. Ik ben nog niet klaar, meneer Roemer. De heer Walter Roemer is met de heer Simon Dutser bevriend. Beiden zijn sinds vele jaren collega's. Hun firma... Hoe heet uw firma ook weer precies? O. Ferdinand Hoempner. Papiergroothandel en drukkerij. Hoempner. Vooral verenigingsdrukkerij van het pedagogisch genootschap Berlijn-Plauwen. Plauwen? Je neemt u kijk, Plauwen ligt toch in de oostelijke zone? Daar heeft uw firma dan voor het oosten? Berlijn-Plauwen, dat is de aanduiding van de firma uit het jaar 1904, inspecteur. Oh, juist. Nou, meneer Roetlingscheck, wij noteren dus nu hè, de firma Hoempner, was dat ja? Waarbij de met elkaar bevriende heren Butcher en Roemer werkzaam zijn, is reeds gevestigd sedert het jaar 1904. Juist, ja. De heer Roemer en de heer Butcher bekleden leidende posten, wat uit hun beroepsaanduidingen blijkt. In deze eigenschap bezoeken ze samen de desbetreffende vakcongressen. Niet onlangs. Op de 14e september. Dat klopt toch, hè? Ja, we waren in Hamburg van de 14e tot de 16e september. Juist, dus van de 14e tot de 16e september namen de heer Butcher en de heer Roemer deel aan een vakcongres in Hamburg. Ja. Hebt u in Hamburg, laten we zeggen... Ja, inspecteur. Wij hebben in Hamburg niet gedronken, inspecteur. Ja, hoe komt u daar nou toch bij? Dat gaat mij toch helemaal niet aan, meneer Butcher. Kom nou toch. Ik wilde vragen, hebt u in Hamburg gedrukte stukken gekregen die de voorpost verdacht voorkwamen toen ze uw wagen aanhielden? De voorpost hebben mijn wagen niet aangehouden. Ja, meneer Roemer, luister eens even hier, meneer Roemer. Het gaat hier niet om spitsvondigheden. Laten we dat nou goed begrijpen, ja? Het feit dat uw wagen in de oostelijke zone moest blijven en dat men u en uw vriend 5 dagen lang heeft vastgehouden... Ja, ze wilden weten waarom wij de Peugeot bij Riebeck of even voorbij Riebeck hebben laten staan. Uit eigen beweging, zoals u eerder hebt gezegd. Jawel, maar ik kan uw glimlachje niet begrijpen, meneer. Echt niet. Ik bedoel, de wagen is toch niet meer in uw bezit, hè? Ik kan toch onmogelijk... Dat kan ik niet, Jack. Dat kan ik niet. Ik kan niet in het procesgebaar laten opnemen dat u de wagen uit eigen beweging zonder meer hebt achtergelaten. Maar dat is toch geen motief? Dat is... Hè? Stop de grens, meneer Roemer. De grens, ja. Inspecteur, de grens. Ja. Hebt u wellicht gewed, meneer Roemer? Hebt u een weddenschap afgesloten? Nee, inspecteur, mijn vriend en ik, wij doen zoiets niet. Wij zouden er anders de grootste last met onze vrouwen krijgen. Oh, de grootste last, inspecteur. Ach, dat is merkwaardig. Ja, ik bedoel, het gaat mij natuurlijk helemaal niet aan, hoor. Ik bedoel, maar zoals de zaak nu staat, krijgt u dan geen last, hè? Zou u dan, heren, zich misschien het hele gehannes met die wagen niet liever willen besparen? Dat is alleen maar mijn persoonlijke mening, hoor. U had, laten we zeggen, u had bij Riebeck had u pannen, hè? Ik kende de schrijver Fontane niet. Moment even. Inspectie 1, ja, dat is goed. Hallo,
Belt u op van de firma... Hoe heet die firma? Ferdinand Hoempner. 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 Ja, inspectie 1. Ik zeg, belt u op van de firma Hoempner? Ja, ja, juist. Wij spraken daar straks met... Ja, natuurlijk. Ja, die heren zijn hier. Wat zegt u? Aha. Ja, dat kunt u, dat kunt u. Ja, wanneer? Ja. Dat zal ik, ja, overbrengen, gaarne. Ja, ten alle tijden. Nee, nee, nee. Nee, dat geeft geen moeilijkheden. Nee. Ja, ik denk wel dat we hier blij zullen zijn, hè? Ja, dank u hartelijk voor de mededeling. Zo, zo. Mijn heren. Stel je voor, mijn heren. Uw beide vrouwen zijn hierheen onderweg. Men heeft u intussen kunnen berichten. Ik denk wel dat u blij zult zijn. Ja, daar wilde ik... Ik was gezegd niet nalaten. Nou, jongens, eten jullie nou eerst maar eens door, hè? Gerda is gelukkig nog even gauw naar de slager. Ja, bijna was de slager al dicht. Kijk ze daar nou bij elkaar zitten, die twee. Uw dames, zijn ze werkelijk gehaast. Ja, meneer Hoempner. Prima, Coutanette. Het zal me plezier doen als het je smaakt, Simon. Het smaakt prima, Hannelore. Weet je, Walter, Hannelore en ik waren net bij de krant. En meneer Jangel hier van de krant was zo vriendelijk. Toen nou, mevrouw Roewe, toen nou toch. Nee, u was reuze aardig. Zegt u eens, meneer Jangel. Walter, hoor eens. Jullie doen allebei zo graag. Ja, dus zijn jullie dan niet blij, hè? Mijn vader, ja, als ik het zo zeggen mag, de directeur, laat u heel hartelijk groeten. Oh, op de collega's. Mevrouw Helmschmidt. Mevrouw Helmschmidt bereidt in naam van de firma Ferdinand Hoempner, verenigingsdrukkerij van het pedagogisch genootschap Berlijn Plauwen, 1904, een verrassing voor u voor. Nou, mevrouw Butcher. Nou goed, Walter, Simon, vertel nou eens. Hannelore, wat zie je nou toch voor een gezicht? De koteletten die hebben eigenlijk niet. Hou eens op met eten, Walter. Huh? Waarom? Ja, heren, de inspecteur heeft mij meegedeeld dat na het opmaken van het proces de inspecteur was zo aardig. De inspecteur heeft ons hier speciaal in zijn kantoor. Ja, zeker, Gerda. Walter, hou nou op met eten. Ik eet helemaal niet meer. Zeg eens, Simon. Het heeft lekker gesmaakt, Hannelore. Nou, zo. En dan kan het verder gaan. Wat? Het proces verbaal. Ja, maar de wagen... De wagen... De wagen is van mij. Van ons? Nou ja... Het is onze auto. Dat zeg je zo. Nou, mooie stemming is dit. Zegt u nou eens wat, meneer Jan. Neemt u mij niet kwalijk, heren. Ik heb een vraag voor meneer Hoempner. Ja, meneer Jan. U als onderdirecteur van de firma... Simon zit niet zo te grijzen. Neemt u mij niet kwalijk, mevrouw. Een vraag aan meneer Hoempner. Ja. Meneer Hoempner, u als onderdirecteur van de firma... Ja, Max Hoempner, om u te denken. Natuurlijk. U als onderdirecteur van de firma Hoempner zult begrijpen... wanneer ik als krantenman een paar vragen aan u stel. Mag dat? Ja, altijd, meneer Jan. Dank u. Ja, de beide heren, meneer Butcher en Ronge, zijn bij uw firma werkzaam, nietwaar? Ja, meneer Butcher is chef van onze drukkerij. En er zijn geen klachten, als u dat weet. En meneer Ronge maakt zich sinds jaren verdienstelijk met de inkoop van papier. Hij is een man die zijn vak verstaat. Ik begrijp daarom heel goed dat die zaak in Hamburg hem moest ergeren. De zaak met het papier. Ja, daar begrijpt u niets van, meneer Jangel. Goed. Is een brutaliteit van je, Walter. Zo tegen meneer Jangel. Maar wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Hè? We komen speciaal hier naartoe. Breng jullie nog vlug voordat het slagen tegen mij. Neemt u mij kwalijk, mevrouw, mag ik u de zaak verklaren? Kijk eens hier, de situatie is volkomen begrijpelijk. Of is dat soms een kleinigheid? 5 dagen in de Sovjetzone te worden vastgehouden, bepaald niet. Nee, geen kleinigheid. En dan die geschiedenis met de Peugeot. Ja. Het voertuig op grond van chicanes in beslag genomen. Nee, geen sprake van. Wat? Hoe zegt u, meneer Ronge? Daar begrijpt u niets van, meneer Jangel. Maar dat is... Ja, beste meneer Ronge, de pest die heeft... Ja, wij hebben toch ons best gedaan. De dames waren zo vriendelijk. Lieve Hannelore, alsjeblieft niet. Lieve Hannelore, je houdt me voor de gek. Staat u me toe. De inspecteur heeft ons een half uur gegeven en dan moet het proces voorkomen in uw geest. En u wilt toch naar huis? Ja, meneer Jangel, ja, maar daar begrijpt u niets van. Beste meneer Roemer, weet u, ik ken u niet terug. Nee, daar heeft u gelijk in. Ik zei immers al,
dat ik volkomen begrijpen kan dat die ergerlijke zaak in Hamburg... Ja, maar Walter, wat was dat toch voor een zaak in Hamburg? Pardon, mevrouw, mag ik nu in behoorlijke volgorde, precies zo namelijk als alles is verlopen, mag ik alsjeblieft... Ja. Kijk eens hier, daar is dus het grafische congres in Hamburg. In Hamburg? Meneer Roene had graag een grote partij koperdrukpapier. Is dat juist, meneer Hoemden? Ja, dat klopt. Ja. En meneer Roene had dus graag een grote partij koperdrukpapier voor zijn firma ingekocht. Nou, toen pikte een andere klant de zaak weg. Tja, ja. dat was nummer één. Maar tegelijk de gedachte aan het werk. Ja, dat klopt. We hadden een papier nodig voor de prachtuitgave van oude uitvindingen. Overigens een hoogst interessante zaak. Die ene geschiedenis is niet zonder, zo'n eend met kunstmatige spijsvertering. Eend? Jullie hebben toch... Jullie hebben toch wat verteld over een haas en over een eend? Weet je, Gerda, dat is een... Wat, kijk toch niet zo, wat? Daar begrijp jij niets van, Gerdaatje. Ach, Gerdaatje, Simon. Ja, lieve Hannelore. Ach, hou jij op, alsjeblieft. De prachtuitgave van die oude uitvindingen bevat onder andere ook, zoals dat straks kort door de heer is vermeld, een beschrijving van die eend met kunstmatige spijsvertering. Heb ik goed gehoord. Ja. Maar waarschijnlijk omstreeks in het midden van de 18e eeuw door een Franse technicus... Onze wagen was een peusshow. In het midden van de 18e eeuw gebouwd werd en optie moet hebben gebaard. Ja, geen wonder. Werkelijk geen wonder. En nu moeten wij ons goed indenken. Meneer Runge moet voor deze uitgave, voor deze prachtuitgave van oude uitvindingen, het bijpassende papier verzorgen. Het lukt hem. Bijna. Dan komt die andere, pikt het voor zijn neus weg en meneer Runge raakt erdoor ontstemd. En meneer Gutsen als leider van de drukkerij troost zijn vriend. Lach niet, Simon. Maar de troost van zijn vriend, geen wonder, heeft weinig succes. De gedachte aan het werk, zo dus terug van Hamburg. En nu gebeurt het. Ja. Gebeurt het in de buurt van het dorp Riebeck. De vrienden kijken schertsend onenigheid over een gedicht van Fontane. Ze zijn allebei nerveus, geen wonder, dan juist in die ogenblikken, toen ze nog over het gedicht... Gedicht? Ja, juist mevrouw, precies op dit ogenblik springt er een haas voor de koplampen. Nou, iedere autorijder kent dat. En nu, ja, nu zijn de zenuwen overspannen, nu een nieuwe onenigheid vanwege de haas, nu wordt er gepauzeerd, nu in de buurt dus van het dorpje Riebeck, willen ze zich wat vertreden, ze lopen een eindje en dan wordt plotseling, door een patrouille van de volkspolitie, een of ander voorwendsel, de wagen, de Peugeot, het Franse merk, amper bagage in de wagen, wat lijfgoed, dat is voldoende. Ze zijn dus uit de auto gestapt, dat mag, maar dat is verdacht. Daar lopen twee mannen in het donker, verdacht langzaam. Nou, het tweetal beweert dat ze alleen maar even wilden uitstappen. Juist, meneer Jangel, het tweetal is uitgestapt. De auto had een parkeerlicht. Toen hebben wij hem laten staan. Begrijpt u, laten staan? Met parkeerlicht laten staan? Of begrijpt u daar niets van? Ja, zo heeft Walter het gedaan. Simon, jullie hebben de... Waarom? Het was toch, als ik me niet vergis, een spiksplinter nieuwe wagen. Die zaak in Hamburg, die kan toch nauwelijks het eigenlijke motief zeggen. Ik had geen motief. Ik had geen... Meneer Roene, ik ben de onderdirecteur van de firma. Gelooft u in alle ernst dat uw gedrag bij mijn vader, ik bedoel bij uw directeur, ja, bij uw collega's, instemming vindt? Een spiksplinternieuwe auto in het oosten... Het oosten, de Peugeot in de schoot geworpen? Ja. Mijn heren... Inspecteur... Ja, Simon, en jij zegt dan maar gewoon ja tegen je vriend, hè? Ja. Mijn heren, neemt u me niet kwalijk, we zouden nu graag het proces normaal willen afmaken. Wat is dit? Wat verschrikkelijk. Die jongens, die zijn helemaal op. Wat nou, Hannelore? Wat gebeurt er nou toch op de deur? Halt! U rent het oosten in! Wat, de oosten? Stil nou, ze roept iets! De Peugeot halen! Weg. Weg als hazen. Zo heeft zegen nog altijd een kwistige hand, van Riebeck tot Riebeck in het Haveland. Bij Riebeck in het Haveland, u heeft geluisterd naar een fabel van Duitsland. Auteur Günter Bruno Fuchs, vertaler Maurits Mok. Personen: omroeper Frits Tors, Simon Butcher, Jan Werther, Walter Runge, Lou Landré. Kapitein van de Volkspolitie, Dick Scheffer. Volkspolitieman, Kees van Ooyen. Inspecteur van de Westelijke Politie, Jan Borkes. Meneer Roetlingschek, Piet Ekel. Hannelore Butcher, Willy Bril. Gerda Runge, VCA Rone. Max Hoentner,
Jan Verkoren, meneer Jangel, Job van der Donk. Geluiden, Daan Gouwetor, opname, Teun Lammers, regie, Ab van Eyck.